Het is vanwege geschreeuw tijdens opnames in een kinderziekenhuis volledig misgegaan tussen Paul de Leeuw en BNN Vara. Nu werkt hij samen met RTL aan een terugkeer van zijn vroegere TV-programma Ranking T-Stars. Het wordt wel spannend, want daar zijn in het verleden veel grappen gemaakt die anno 2024 helemaal niet meer kunnen. Catherine Kyle vindt het echt heel matig van Paul dat hij uitgerekend weer met dit programma terugkeert op het scherm. Ze laat zich in Story behoorlijk pittig uit over deze tv-comeback. Als ze wordt gevraagd of Ranking T-Stars niet over de uiterste houdbaarheidsdatum heen is, zegt ze onomwonden, ja. Dat denk ik wel. Paul begaat hiermee echt een flater, denkt ze. In een tijd waar iedereen bezig is om toleranter, vriendelijker en verdraagzamer naar elkaar te zijn, vind ik dat zo'n programma niet meer kan. Ze vervolgt, ik heb er zelf een keer in gezeten. Een bevriende redacteur vroeg mij omdat een andere gast op het laatste moment had afgezegd. Maar ik zal niet meer snel, ja, zeggen. Rob Geus, bekend van de Smaakpolitie, heeft ook ooit meegedaan aan Ranking T-Stars. Hij laat eveneens weten dat hij Ranking Passé vindt. Ja, ik weet niet of het nog past. Ik vind het een leuk programma, maar ik weet niet of je dit in de huidige tijd nog kunt maken. Alles ligt onder een vergrootglas. Het succes kwam mede doordat de deelnemers drank kregen, om vervolgens te zeggen wat er in ze opkwam. Ik zat destijds in de uitzending met Danny de Mank en wij waren de enige twee die nuchter waren. Dan weet je het wel.